Jamie van Heijen heeft de ingrediënten van de Big Mac getransformeerd in een mooi gestileerd gerecht met steak tartare. Maar hoe heeft hij dat precies gedaan? We nemen een halve kilo rundvlees, voeg peper en zout naar smaak toe, meng vervolgens de saus van de Big Mac samen met de halve gesnipperde ui door het vlees. Ja, ik word hier wel blij van, ja. Vervolgens nemen we het broodje van de Big Mac en steken deze uit. Even insmeren met olie, op smaak brengen met zout en even krokant afbakken in de oven. En voilà. Die zijn aardig krokant als je het mij vraagt. Mooi toastje. Ja. Maar wat doen we precies met de sla? Ik ga nu van de sla een crème draaien. De sla gaat in een keukenmachine met een klein scheutje azijn en eiwit. Totdat deze is veranderd in een zachte puree. Dan nog even monteren met olie tot de goede dikte ontstaat. Dat is heerlijk. We snijden enkele dunne schijfjes meiknol. Dunne plakjes. En steken deze uit. In het broodje zit suiker. En toen dacht ik dat het leuk was om een koekje te maken van sesam. We nemen suiker, sesam, boter en bloem en laten deze samenkomen in de keukenmachine. Vervolgens nog even krokant afbakken in de oven. Dan kunnen wij alvast beginnen aan de opmaak van ons bord. We maken het gerecht af met een gepocheerd eitje. En dan is het sterrenmaal klaar om geserveerd te worden. Ja, dat is erg lekker, ja. Lekker? Fantastisch. Ja, echt heerlijk. Wat mij betreft ben je geslaagd. Fantastisch.